Hier even een korte demo van wat ik wil laten zien. Links is de telefoon met de scheidsrechter app en een bot. Rechts zie je Firebase, de real-time database. Nou, als ik de scheidsrechter app open, heb je een aantal lokale spelers die gewoon op de telefoon staan. Maar ik kan ook een eigen bot starten. Dat doe ik hier. Wat je ziet is dat hier real-time de bot wordt aangemaakt. En als ik net terug ga naar de scheidsrechter, dan zie je hier die bot bij verschijnen. Dus ik ga nu een potje spelen van deze bot die online speelt tegen een lokale bot. Nou, hier rechts zie je dat er een wedstrijd aangemaakt is. Je ziet hier dat voor player Antrecodelaco één wedstrijd bezig is. En eigenlijk schrijft de scheidsrechter hier het bord. En de bot schrijft hier de zet die hij wil doen. En als iets geldig is, dan wordt het bord geüpdate. Als een zet ongeldig is, dan wordt die rejected. En zo kunnen die automatisch een wedstrijd spelen. Je hebt elke keer 10 seconden voordat je een zet moet geven. Anders zegt de scheidsrechter, het is klaar. De volgende andere speler is aan de beurt. En hier zie je de score, dus mijn bot staat nu voor tegen de andere. Dat is 18-13. En je zult zien dat deze straks gaat winnen, omdat hij iets geavanceerder is als deze. Dus genoeg om te vertellen, denk ik zo, voor een kennissessie, voor de details. En ik hoop dat mensen er zin in hebben. Yes, BeatMe heeft gewonnen. En dan zie je hier uiteindelijk nog een, nou, gelijk 0, verloren 1 en zijn total score is min 22.